onvoorstelbaar. Wat een stress valt er van me af. En dat te bedenken dat we, nou, goed 12 uur geleden, dat ik dacht van waar zijn we mee begonnen. Oh, deze week. Moet ik even nadenken hoe ik dat omschrijf. Je komt aan. Er zijn vissen gevangen. Redelijk weer, droog. Dus je denkt, alle signalen zijn er om een topsessie te hebben. Of in ieder geval een leuke sessie om mee te beginnen. En dat zonk per 24 uur, zeg maar. Nou, inmiddels is het alweer donker geworden. Net voor donker worden eigenlijk alle hengels verlegd. Ik heb er vertrouwen in dat het vannacht goed ligt. Verschillende dieptes. Het is toch even zoeken. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik had gehoopt een meter of 2, 3. Maar dat is al vrij lastig. Ik heb er eentje op 5 liggen. De andere op 5,5. En eigenlijk hier recht voor de kant ligt die diepst en die heb ik op 8 meter gedaan. Dat zijn dieptes waarvan ik denk, die vis die komt toch van de diepte. Het diepste punt is 15 meter, daar komen ze toch vandaan en ze kruipen de kant op. Dan is 8 nog relatief diep, maar ik verwacht wel dat die vis daar ook te vangen valt, zeg maar. 2 met PVA bags en 1 met een hinge-stif. Puur en alleen visueel. Dat is ook de hengel waarvan ik nu zeg van daar heb ik de grootste kans. Die ligt het op echt een schone plaat, net voor een rietkraag. Daar verwacht ik gewoon de eerste aanbeet. En de rest, de andere 2 hengels, is toch even zoeken. En vanaf hier zullen we verder gaan. En mocht morgenochtend blijken dat het niks oplevert, dan zal ik morgenochtend gewoon de zikhengels weer pakken. En zal ik overdag toch gaan zoeken met die zik. Want ik verwacht toch dat die vis dan op half water hangt. En voor nu is het gewoon wachten en hopen dat de nacht een visje gaat opleveren. Ik begon overal aan te twijfelen. En het allereerste gevoel zei mij van, ik moet aan de overzijde zijn. In de luwte, daar ligt de vis. We konden ze niet zien. Ik kon ze daar ook niet zien springen. Dus het is ook niet zo dat ik zeg van, daar springt de vis massaal, daar moeten we zijn. Dat was het ook niet. De keuze dat ik uiteindelijk op de stek ben gaan zitten in het begin waar ik ben gaan zitten, zijn de signalen van en de eigenaar. En de jongens die daar in totaal 3 nachten voor mij gezeten hebben. Je moet niet vergeten, die vissen komen uit winterstand. Laten zich niet massaal zien. Dus die signalen die je dan hoort van die mensen die eigenlijk voor jou aan het water zijn, die kon ik gewoon niet negeren. Dat is gewoon heel simpel. Helaas vanochtend, of eigenlijk vannacht, geen activiteiten. Het zonnetje begint te stralen. De warmte voel je al. En ik heb echt het idee dat die vis, ondanks dat het nu 9 uur is, dat het niet gaat gebeuren meer op de bodem. Die kans hebben de vissen gehad. Ik verwacht ze gewoon nu op het wijd. Heel ondiep, in het zonnetje, net als dat ik dat doe, zo meteen in het zonnetje zitten. Dus ik ga heel snel mijn zikhengels klaarmaken en die zo met de voerboot gewoon naar het midden en dan naar boven laten komen. En zoeken waar die vissen hangen, op welke dieptes. Dat is voor nu de tactiek, want we hadden gehoopt dat die vissen toch die kantzones
Vannacht en eigenlijk in de ochtend hoop je dan dat ze die toch optrekken. Maar ja, zoals het nu blijkt, zien we de vissen draaien en springen op het wijd. En daar ga ik nu de hengels inzetten. Dus ik ga mijn bodem hengels, eigenlijk de bodemaasjes naar binnen draaien. En de ziks gaan weer uit voor vandaag. Als ik nu terugkijk, zou ik zeggen, ja, had ik misschien 24 uur moeten geven en weg. Ik heb het 48 uur gegeven op die stek en toen pas verkast. Dat blijkt dan nog succesvol. Maar ja, een hoop andere vissers zullen door blijven gaan, omdat ze zeggen, ik heb wat gevoerd en die vissen komen vanzelf. Maar die signalen kregen we ook niet meer. Er waren geen springende vissen in de zone. Aan de oppervlakte was niks te zien. Dus het is dan gewoon een kwestie van, ja, terugschakelen naar een andere stek en... Ja, kijken of je daar ook over kan doen. Het had ook zo kunnen zijn dat ik hier exact hetzelfde verhaal had. En dat ik nog weer had moeten verkassen. Is nu niet zo geweest, dus ja, achteraf gezien had ik waarschijnlijk exact hetzelfde gedaan hoor. Eerst aankomen en luisteren naar die signalen van hun. Daar een nacht vissen. Alleen dan had ik misschien nu na 24 uur tijd ingepakt en naar een andere stek gegaan. Ja, de stekkeuze die we nu hier hebben gedaan, is ook in overleg weer met de eigenaar. In eerste instantie zei ik van ik ga helemaal naar de overzijde van waar we zaten. En hij zei kies er maar voor om een andere stek te pakken. Dit is stek 6 zoals ze het hier noemen op het water. Het grote voordeel van deze stek is dat ik links van mij, in deze hoek achter mij bij de hengels, zit je in een mooie hoek ten opzichte van het riet. En ik heb ze ver uitgevaren tegen dat riet aan. Ik kan ook een stek hiervoor kiezen, maar de hoek ten opzichte van het riet maakt het heel lastig. Want je weet op het moment dat je dan vis prikt, kan hij weer sneller het riet inschieten. Hij heeft meer ruimte om erin te gaan dan dat ik nu heb. Want nu zit de slip gewoon dicht. De vis kan geen kant meer op. Hier aangekomen is de eigenaar langsgekomen en zijn we samen naar die telutjes gaan kijken. Hij heeft ze gewoon aangewezen en gezegd van leg daar die hengels neer. En dat heb ik gedaan. En dan kan ik inderdaad zeggen van ja, ik ga toch iets dieper of iets ondieper. Ja, dat is een keuze. Ik luister naar zijn signalen. Die man die zit hier gewoon 24 uur per dag is die hier. Die weet echt wel wat er gebeurt op zo'n water. Dus luister daar gewoon naar. Ja, in ieder geval genoeg geluld over de eerste twee dagen waar het niet succesvol was. Waar we op een gegeven moment dachten bij elkaar van het wordt helemaal niks meer. De spullen in de auto gegooid en de laatste 24 uur vol gas doorgaan. En nog een keer als het ware opnieuw beginnen. En ja, wat dat kan leiden tot een succes. Dus ja, kijk ernaar. Veel plezier ermee. Thank you.
Ja, wat ik nu gedaan heb is eigenlijk drie hengels richting de zone waarvan ik eigenlijk al vanaf het begin had zoiets had van ja, dat is de hele dag zon in de luwte. Weliswaar is de wind gedraaid, dus staat hij nu iets meer in de wind. De linker hengel ligt op 2 meter diep op het puntje van een rietkraag eigenlijk. En daarvoor is gewoon een kraakheldere zandplaat, die kan ik gewoon zien. Daar heb ik hem aan het randje gelegd. En de andere twee heb ik eigenlijk halverwege het water gelegd, noem het even zo. Maar het water is ongeveer 15 meter diep. En dit is een plateau wat 7 meter water heeft. En daar liggen nu de beide hengels op. Weliswaar verspreid uit elkaar, maar allebei rond de 7 meter. In de hoop dat ik die vis daar wel kan vangen. Wat we kunnen zien op de dieptemeter is dat veel vis tussen de 7 en de 9 meter hangen. En vandaar dat ik die twee hengels nu op 7 meter heb liggen. En het is eigenlijk alles of niets. Als dit niet lukt, dan weet ik het niet meer. Dan geef ik het op en dan zal ik morgen met de staart tussen de benen hier vertrekken. Want dan heb ik echt alles geprobeerd. Ik kan niet meer doen. Ik heb ook niks verknald. Er ligt niet heel veel voer. Ik heb geen lawaai gemaakt. Nu ook weer heel rustig die lijnen uitgevaren. Neergelegd en terug. Klaar. Meer kun je niet doen. En dan is het echt aan de vis. En ik denk dat dat het verhaal is nu. Die vis is gewoon nog niet los. Die vreet nog niet. Je ziet ze springen. Ik denk eerder dat ze springen omdat ze last hebben van de parasieten die uit de winterstand komen. Die proberen ze kwijt te raken. En hoe meer ze zwemmen, hoe eerder het signaal gaat komen dat ze ook gaan vreten. Want als ze zwemmen, dan moeten ze op een gegeven moment vreten. Maar dit zijn eigenlijk de eerste dagen dat ze langzaamaan op gang komen. En het zal gewoon heel lastig zijn om nu in 24 uur tijd nog enigszins actie te krijgen. En ik zou heel eerlijk gezegd verbaasd zijn als me dat gaat lukken. En extra enthousiast zijn als het me lukt. Want dan hebben we er ook echt alles aan gedaan. En meer kunnen we nu niet doen. Het is gewoon afwachten. Fingers crossed. Mooie vis, man. Wauw. Kijk eens aan. Hiervoor zijn we naar Kaap Farm Lake gekomen. Fantastisch. Alles valt op zijn plaats. Iets meer dan een uur geleden. Een klein visje van 2-3 kilo. Vis toch op het ondiep. Nog getwijfeld of ik toch weer naar dieper zou gaan en deze niet terugleggen. Hij lag tegen het riet aan. Vis neemt lijn. Direct de boot in. Erachteraan. Vis schiet het riet in. Druk houden. En kijk eens wat het resultaat. Oh, daar ben ik hier waanzinnig blij mee. Fantastisch.
onvoorstelbaar. Wat een stress valt er van me af. En dat te bedenken dat we, nou goed 12 uur geleden, dat ik dacht van waar zijn we mee begonnen. We zijn net te vroeg. En dat kan er juist ervoor zorgen dat je net die ene bak toch nog vangt. Doorzetten, niet opgeven en op dezelfde plek blijven zitten, maar luisteren naar de signalen van de natuur. De eigenaar die tips geeft, volg die. Wees niet eigenwijs en ook een beetje eigen intuïtie en vertrouw daar gewoon op. En doorzetten beloont uiteindelijk, hè? Helemaal top.